Welkom. Fijn dat u als ondernemers die in deze regio actief zijn, druk zijn, hier kunnen zijn. Een informeel gesprek wat we met elkaar gaan hebben. En het gaat met name ook over hoe kunnen we die regio Zwolle Koopland een goede structuur geven. Weg, water en spoor moeten goed georganiseerd zijn. En ik las laatst een artikel van Jeroen van der Ende. Die schrijft, als ik aan de regio zit, dan word ik blij. Ineens was je bezorgd. Je hebt ook weer hoop. Hoe leg je dat uit, Jeroen? Ik had de kans om een week lang het nieuws te mogen volgen. En ik werd heel blij ervan dat er hele goede cijfers worden geschreven met de import, de export en de doorvoer in Nederland. Nou, daar zijn we met z'n allen heel goed in. De grote havens, de draaischijven. Maar ja, ik zag ook daarna, een dag later, zag ik een artikel dat het fileleed weer toe aan het nemen is. En dat is natuurlijk weer een ander probleem. En daar heb ik ook in dat stukje geschreven, dat helpt niet alleen meer om nog meer asfalt erbij te leggen. Je moet die vaarwegen, moet je op orde houden en uitdiepen. Je moet goed kijken naar spoor. Dat is denk ik ook een heel belangrijk item, ook vanuit deze regio. En je zal misschien toch ook wat met wegen moeten doen, nou ja, de N50. Ik ben de planmanager van MBI, Beton. Ja. Wij hebben 4 vestigingen in Nederland. Kampen is de grootste. Die 4 vestigingen hebben 1 miljoen ton aan materiaal nodig. 90% daarvan gaat via binnenvaart, aanvoer. 10% gaat via vrachtwagens. Maar alle producten gaan eigenlijk weg via de weg. Ja. En er gaan 20.000 vrachtwagens per jaar het erf op en af met kant-en-klare producten. Dus wij hebben het grootste belang bij een hele goede N50. En wat wij ook merken is dat... Er is best wel wat geld aan uitgegeven. Maar het probleem is niet opgelost, want er is nog steeds een stukje van 20 kilometer wat niet in orde is. Ja. Als ik die vrachtwagen 3 keer kan laten rijden op een dag of 2 keer, betekent winst of verlies op gewoon een klinker. Ja, Bert. Zoals je weet, ik heb nog een hoofdslagbedrijf hier in Kampen en we hebben een deelneming in de terminal samen met de firma Wezenberg. En als je ziet wat hier in de regio gebeurd is, het is een economische hele sterke regio. De havens zijn heel snel ontwikkeld, dus dat is ook echt voor heel veel bedrijven invulling aan het geven. En Bierbeton een heel goed voorbeeld. Mijn bedrijf Graanstoot doet op jaarbasis 750.000 ton wat per as eruit gaat. En je ziet gewoon dat de wegeninfrastructuur daar niet op aangepast is. En het stoort mij echt letterlijk het idee wat hier in de regio heel erg leeft, dat er geld uit Den Haag heel moeizaam hier naartoe komt. Dat stukje N50, dat al lang A50 moeten zijn. Als je ziet hoe vaak er gewoon file staan en dat het je kunt erop wachten dat het alleen maar erger wordt. Want je ziet ook, en dat kan een Griendal altijd ook geven, denk ik, de bijdrage die de provincie Overijssel moet doen om hier wat mogelijk te maken, dat is best heel bijzonder. We zijn heel blij met de provincie Overijssel. Ik zeg ook blijf alsjeblieft van die gelden van de provincie Overijssel en Gelderland af. Want dat zijn nog echt provincies die ook investeren in de regio. En gelukkig gebeurt dat. Maar het zou wel heel mooi zijn dat iets van meer geld uit Den Haag deze kant op zou komen. Hoe kan het zo zijn dat een kilo LNG in Frankrijk 45 tot 50 cent kost en bij ons 85? Het is puur een belastingverhaal. En we willen vergroenen. We betalen voor een vrachtwagen ongeveer 40.000 euro meer. Nou ja, goed. En zo ga je nooit je hele wagenpark vergroenen. Nee. Voor mij geldt dat onze infrastructuur de ruggengraat van de economie is. Dus het is ongelooflijk belangrijk voor Nederland om te investeren en ook te blijven investeren. En dat is altijd en. Dat is niet alleen de fysieke aanleg van wegen, vaarwegen en spoor. Dat zal ook zijn beter benutten. Want je zit gewoon, sommige uren van de dag staat alles vast en sommige uren van de dag gebeurt helemaal niets. Ja, soms is het gewoon zonde om een brug of iets te verbreden, terwijl je ook nog een andere oplossingen kan vinden. En nieuwe technologieën, dus het autonoom rijden en dan. Wat hoor je vaak is, gaat nou niet al dat geld naar de Randstad? En wat gebeurt er dan met de andere regio's? Want wij hebben toch ook files en wij hebben ook economie. En is het nou juist belangrijk om hier te investeren, om het een beetje beter te verdelen? Nou, hoe investeren wij? Wij investeren eigenlijk altijd door
per euro te kijken waar de euro het meeste economisch rendement heeft. En jullie zijn allemaal ondernemers, dus je weet precies hoe dat werkt. Als jullie je euro's inzetten, dan doe je dat ook. Je kijkt gewoon waar die het meeste rendement heeft. Nou, daar zat inderdaad veel Randstad in, omdat daar ook heel veel vaststaat. Maar wat zie je eigenlijk heel veel in de regio's, dat het om veel kortere stukken gaat. Dus we hebben gezegd 2 jaar geleden, zullen we ons systeem gaan veranderen? We gaan er gewoon per wegvak naar kijken. En we gaan economische activiteiten zwaarder laten wegen. Dus als er meer vrachtauto's over de weg gaan, is het eigenlijk belangrijk om er wat aan te doen dan wanneer er alleen maar vrije tijdsverkeer zit. Waarbij je ook kan zeggen, nou, dan moet je maar gewoon op een ander moment gebruik maken van de weg. Dus dat gaat ook betekenen dat je straks wel een verandering gaat zien in de prioritering van de plekken waar je gaat investeren. Ja, natuurlijk wil je dan vervolgens dat alle wegen dan ook naar Overijssel leiden. Maar elke regio heeft ook wel een verhaal waarom die zelf zo belangrijk en sterk is natuurlijk. Fijn ook om hier te mogen zijn. Fijn dat jij er bent, Melanie, en dat het met ondernemers is. Ik denk ook de M50 dat we die investeringen, en dat is echt met co-financiering gegaan. Dat is ook vanuit de provincie bijgedragen. We hebben ondernemers aan bijgedragen. Heeft hier lokale gemeente aan bijgedragen. Flevoland heeft aan bijgedragen. Dat ook de kracht is. Als je het zin van nou, we met elkaar doen. Volgens onze mentaliteit die zit er echt in, die ondernemers. Dus als we dat met elkaar doen, dat dan de bereidheid er ook is vanuit het Rijk om daarin bij te dragen. En daar waar het slaagt, daar wil je het ook helpen ondersteunen. En dat is waar een regering voor is. Faciliterend, niet makend. Nee. Ik hoor vanmorgen minister Dijsselbloem, we hebben dan nu een begroting opgeschot, weliswaar 200 miljoen, niet zo heel veel, maar het is wel gerealiseerd in de afgelopen periode. En daar mag ook wel een pluim voor gegeven worden, denk ik. Dat het VVD daar mede debet aan is in positieve zin. Ja. Vanuit. Oh, even kwijt. Ja, dankjewel. Want het is ook niet makkelijk. Het is ook veel leuker om in de politiek te zitten als je geld uit kan geven. Ja, dan dat je moet bezuinigen. En ik begon ook met een korting van 500 miljoen per jaar in mijn budget. En nou, dan moet je dus. Ik wil niks schrappen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik kijken wat kan ik nog schuiven. Wat kan er nog een beetje laten. Maar we moeten het wel blijven doen. En dat gold ook voor heel veel collega's. Ik denk ook dat we daar 5 jaar gezeten hebben, omdat geen enkele andere partij dacht van we willen op dit moment ook echt de verantwoordelijkheid dragen. Al het geld wat wij uitgeven, komt ook gewoon van u. Want dat wordt gewoon via die blauwe envelop wordt dat richting het Rijk gebracht. En een Rijk is er voor om ervoor te zorgen dat je bereikbaarheid goed is, je onderwijs goed is, je defensie goed is. Maar we moeten wel dat gewoon sober en doelmatig blijven doen, vind ik. Dus dank voor het compliment. En, het wordt ietsje beter, maar ik hoop dat we wel ook nog wel een beetje voorzichtig blijven. Heel goed. Als je zeg maar wil investeren in LNG, dan doe je dat voor de lange termijn. En dan kan het niet zo zijn dat over een korte periode weer het beleid wordt veranderd. Dat is een hele belangrijke. En dan durf je ook te investeren en te kijken naar de toekomst. Voorstel aan de minister en aan de VVD. Hou dat erin. Zeker, dat betekent ook consistent op dezelfde blijven stemmen. En vandaag was minister Schulz in Kampen. Hartelijk welkom, minister. U bent al diverse keer in Kampen geweest. Hè? U bent 7 jaar minister en misschien ook wel toen u staatssecretaris was. Wat trekt u zo aan Kampen? Ja, het is niet alleen heel mooi hier, maar er is ook heel veel water. Dus ik ben hier heel veel geweest voor waterprojecten. Of er nou ruimte voor de rivier is, of de Ramspolbrug, of dat soort dingen. En af en toe ook voor de transportsector. Want ik ben hier op bezoek geweest bij sommige transportbedrijven, bij overslagbedrijven. Ja, er is gewoon heel veel te doen in Kampen. U was hier in december nog in het Reventiep, hè? Ja, klopt. En ik was hier vandaag een stukje verderop alweer voor ruimte voor de rivier. Dus er is eigenlijk altijd wat te doen in dit gebied. Okay. En minister, we kunnen er niet omheen. De N50, u wel bekend. De burgers in Kampen die snappen niet dat heel Nederland 4-baans is van noord naar zuid. Behalve het stukje Hattemerbroek. Ens, nog in 30 kilometer. Kunt u dat uitleggen? Ja, dat heeft toch vaak mee te maken met prioriteit. Hè? Waar is de nood het hoogst en waar moet je geld als eerste naartoe brengen? Maar gelukkig hebben we nu afspraken gemaakt. Ook dat we weer geld gaan investeren in de N50. En ik geloof dat we nu de startbeslissing aan het maken zijn. En dat voor de zomer ook daarop getekend kan worden. Ja, u doet een aanleiding van een motie 5 miljoen bij de 5 miljoen. Die de gemeente, de provincie, de regio gedaan heeft.
Maar dat is nog een beetje labwerk. Hè? We moeten toch echt een A50 hebben, ook voor de economische omstandigheden hier in Kampen. Ja, daar heb ik net ook met de ondernemers over gesproken. Dit is inderdaad voor de eerste werkzaamheden. Wat wij op dit moment aan het doen zijn, is ook een groot studie maken voor de goederencorridor Oost. Om te kijken hoe al het transportverkeer ook zo goed mogelijk een plek kan krijgen. En volgende ronde nieuwe kansen, zeg ik altijd maar weer. Ik denk dat deze regio er heel sterk uit gaat komen. Omdat jullie natuurlijk heel veel doen aan transport. Er zijn ook veel overslagmogelijkheden. Het is een goede regio voor economisch verkeer. Dus wat dat betreft zal die misschien dan weer wat hoger uit de prioriteiten komen. Proef ik hieruit dat het misschien versneld wordt, de A50? Nou, daar kan ik nu niets over zeggen. Want ieder jaar nemen wij in december gewoon besluiten voor het hele land. En dan zeggen we, nou, wat gaat waar naartoe? Die besluiten nemen we ook altijd in overeenstemming met de regio's. Hè, dus daar praten we ook met ze over. Maar ik ken de wens natuurlijk goed hier. Ik weet dat de lobby groot is vanuit diverse partijen. Ondernemers hebben ook weer vandaag om aandacht gevraagd. Dus hij zat zeker op ons netvlies. En of het gaat gebeuren, ja, dat hangt weer vanaf of de volgende ronde hij ook weer echt als prioriteit eruit komt. Ja, en dan bent u geen minister meer, neem ik aan. U hebt besloten om niet meer op de lijst te gaan staan. Heb u er nog over nagedacht om dat besluit terug te draaien? Nee. Ik heb er 5 jaar als staatssecretaris op zitten, 7 jaar als minister. Dus 12 jaar in totaal. En dat is natuurlijk een hele mooie periode. En dan is het ook goed om weer eens iemand anders op zo'n plek te laten zitten. Er is nog genoeg te doen. En ja, ik vind het een zeer eerzame baan. Je zou het zo ook nog weer een paar jaar kunnen doen. Maar soms moet je gewoon weer even een punt erachter zetten. Maar u bleef nog wel meedoen met de campagne voeren? Zeker, want ik ben gewoon nog actief. En na 15 maart blijft de regering voorlopig ook nog zitten. Er is ook nog een hoop te doen, ook in deze regio. Hè, want u vroeg me net even naar de N50. Maar de komende periode hebben we al zo'n 800 miljoen... die we nog gaan verspijkeren in deze regio aan infrastructuur. Dus ja, ik blijf gewoon de boodschap vertellen. En blijf ook graag komen. En wie weet ben ik hier binnenkort weer. Ja, want u bent nog wel even minister, want de coalitie komt wel heel lang gaat duren. Hè? Ja, ik heb een keer uitgerekend dat het ongeveer 87,5 dag was, de coalitievorming sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat betekent dat, nou zou het nu zo half juni zijn, maar dit keer zal het moeilijker worden. Want met zoveel kleinere partijen is coalitievorming lastig. Dus ja, ik heb geen idee. Ik hoop eigenlijk dat we in september dan weer een nieuwe regering hebben, vlak voor Prinsjesdag. Dat is wel zo mooi. Maar het kan ook misgaan. Kunt u zich voorstellen dat er een kabinet komt met 1 of meerdere christelijke partijen? Ja, dat kan. Er hebben natuurlijk landelijk eigenlijk veel meer andersoortige partijen. En niet zo heel veel grote christelijke partijen meer. Maar je weet het nooit. Minister, ik dank u heel hartelijk voor dit interview. En ik wens u het allerbeste wat u ook gaat doen. Dank u wel. Het was weer een plezier om hier te zijn.